Bokassi, de rebellenleider, het vroege verzet tegen de slavernij in Suriname, is de jongste uitgave van historicus Frank Drachtenstein. In gesprek met onze redactie vanuit Nederland vertelt de auteur met dit boek een gezicht te willen geven aan de personen die in het vroege verzet, met name de periode voor de strijd van Boni, ook verzet hebben gevoerd tegen de slavernij. Drachtenstein kwam de naam van Kasi, die waarschijnlijk Klaas werd genoemd door de witte man, tegen tijdens onderzoek naar eerder uitgebrachte werken. Kasi was een tot slaaf gemaakte man die in die vroege geschiedenis van Suriname, zo rond 1690-1700, vanuit West-Afrika naar Suriname als slaaf was vervoerd. Hij kwam uit het Loango-gebied. Koninkrijk Loango, dat is tegenwoordig om en nabij de Democratische Republiek Congo, West-Afrika. Daar kwam hij vandaan, kwam in Suriname en heeft kans gezien een Maron-groep te oprichten, te beginnen zou je kunnen zeggen, met 10, 20 man. En heeft kans gezien meer dan 40 jaar uit handen van de koloniale legers, patrouilles te blijven. En zijn gemeenschap is uitgegroeid van ongeveer 10, 20 personen tot 440 huizen en 600 mensen 50 jaar later. De nazaten zouden nog in het gebied leven. Het verzet begint rond 1690 en Kasi wordt in de 50 jaar daarna nooit gevangen genomen. Rond 1730 worden voorbij de kleine Saramaka 5 van zijn dorpen ontdekt met 440 huizen en 600 inwoners. Daaromheen zitten er andere Maron-dorpen. In die periode ontsnapt Kasi richting de Grand en Peking Rio, waarna hij volledig uit beeld verdwijnt. Het beeld van zijn ontsnapping staat nu op de voorpagina van het boek van Drachtenstein, zoals getekend door een kaartenmaker. De auteur zegt dat het schrijven van dit boek belangrijk was, omdat de verhalen uit de vroege periode van verzet nog niet genoeg worden geschreven. We weten Baron Boni, Jolie Keur en Baron ook nog. We weten ook nog van de oom van Kodjo Menteren Present, dat is ook weer 50 jaar na Boni, ruw geschetst, Anton de Kom. Maar deze vroege periode, daarvan is de geschiedenis misschien wel bekend, maar de figuren uit die tijd wat minder. En als je deze mensen tegenkomt in de archieven of in de mondelinge geschiedenis, wil je dat natuurlijk aan het grote publiek bekendmaken. Vandaar dat ik toen deze mensen, onder andere dus vooral dus Kasi, eruit heb gelicht. En je zou bijna zeggen, in beeld gebracht en zijn gezicht heb gegeven. Er waren meer hoor. Ja. Je had ook nog Muzinga, Bongo Pita, Abotea Diana of Abotea was een vrouw uit het Saramaka-gebied, half inheems, half Maron, die daar spionageactiviteiten ontplooide. Volgens Drachtenstein is er werk aan de winkel als het gaat om het schrijven en herschrijven van de Surinaamse geschiedenis. Het volledige gesprek met historicus Drachtenstein ziet u morgenavond om 9 uur in ons programma In Gesprek Met via kanaal 12.1.